In 2015 is de brandweer in Noord-Holland-Noord ruim 1000 keer opgeroepen en was ze in bijna 400 gevallen te laat. Men scoort gewoon te laag en dat houdt in dat de brandweer altijd toch te laat komt bij een brandend gebouw. Nou, ik zou vooral willen benadrukken dat de brandweer in Noord-Holland-Noord nog steeds heel erg snel ter plaatse is. Na de eerste brandmelding zijn wij in 8,5 minuut bij de mensen voor de deur aanwezig. Onze plannen zijn wel om dat nog steeds sneller te doen en dat is inderdaad afgelopen jaar niet gelukt. Volgens Van Vliet zijn de vrijwilligers simpelweg met te weinig. Hij maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen. Kijk naar de veiligheid, ja, dan mag je verwachten dat er dan uiteindelijk meer slachtoffers vallen. En dat kan ook best wel zijn dat er meer slachtoffers gaan vallen onder het brandweerpersoneel. Die gewoon altijd zijn stinkende best doet om toch te redden wat er te redden valt. Maar hebben die brandweermensen dan gelijk of niet als zij zeggen, ja, het is allemaal wel een stuk minder veiliger geworden zo? Nou, ik deel niet de mening dat het onveiliger is geworden. Ik denk wel dat we het nog veiliger kunnen maken. Onze ambitie ligt wel hoger dan die nu ligt. De veiligheidsregio neemt daarvoor diverse maatregelen. Onder meer gaat de brandweer op meerdere locaties uitrukken met minder brandweermensen. Alles met als doel de prestaties te verbeteren.